police is bezig met de verkeerscontrole. Kunt je op het terrein gaan? Ja. We zijn bezig met de controle, handhaving van de COVID-maatregelen. Tot nu toe hebben we zeker 300 auto's gecontroleerd. Vanaf 8 uur 's avonds. Heel wat verkeersovertredingen hebben we ook kunnen constateren. Rijden zonder rijbewijs is niet verzekerd. En andere kleine overtredingen. Dus al deze mensen hebben we procesverbaar aangezegd. Mensen die geen dispensatie hebben kunnen tonen, die zijn overgebracht naar de politieacademie. Drukke avond. Heel drukke avond. U ziet wat hier gaande is. Ik heb als minister belast met de handhaving van de COVID-maatregelen. Heb ik de DNA-commissie COVID uitgenodigd om vanavond met mij mee te maken hoe de COVID-handhaving in de praktijk plaatsvindt. En we hebben ingestemd op die uitnodiging en vandaag zijn we hier. En natuurlijk zien we hoe die wet in de praktijk werkt, hoe de politie werkt, het nieuwe systeem, het digitaliseren van mensen die dispensatie hebben gehad. De politie doet een goede job, ondanks schaarse middelen. Vandaag zijn we begonnen met digitaal. Dus je moet je ID-kaart tonen en dan wordt dat gecontroleerd in het systeem. En als je voorkomt, dan mag je je weg vervolgen. Kom je niet voor, dan ben je een lockdown overtreder. Dan is het overbrengen naar de politieacademie. De boete wordt ook uitgeschreven. Je mag en dan moet je het gaan betalen op de aangewezen plaatsen. Maar je moet worden overgebracht omdat je dus dan geen toestemming hebt om over straat te zijn tijdens lockdown. Wat zijn die boetes? Zij variëren tot 150 SRD voor mondkap. Lockdown overtreding is 350 SRD. En dan heb je ook dus situaties waarbij men feestjes organiseert. 2000 of 3000 SRD. Mensen die feest vieren en zo. Hotels en zo die open gaan. Tijdens lockdown die betalen 5000. Ik zag ook een wagen weggesleept worden. Is dat ook onderdeel van de actie? Ja, zonder meer. Als de bestuurder geen rijbewijs heeft, dan wordt die auto weggesleept. En dan moet iemand met een rijbewijs die auto komen halen. Waarom weggesleept? Omdat het lockdown is, dus niemand kan die auto voor de bestuurder komen ophalen. Dan wordt die auto weggesleept. En de volgende dag wordt die auto dan opgehaald. En de boete wordt dan wel uitgeschreven. Oké. Good evening. Good night. Good evening. Okay, good evening. U praat geen Nederlands? No. Are you allowed to be in the street at this time? Because we have the lockdown period. Ik heb inderdaad het systeem uitgetest. Niet ik, de collega's die daarmee bezig zijn. In het eerste geval heb ik drie burgers. Deze meneer komt wel voor in het systeem. Okay. U mag het zelf hier zien, deze komt ook voor in het systeem. Okay. Alleen deze kunnen we niet vinden in het systeem. We hebben gezien dat ze in het bestand voorkomen. En op die manier hebben we ze dan heen gezonden. Hebt u dispensatie om op de straat te zijn vanavond? Ja, helaas was hij op straat natuurlijk. Mag ik uw ID-kaart erbij? We gaan alvast niet kijken naar brieven. Alle brieven zijn vervallen. Dus dat moeten we toch sowieso alvast doorgeven. We werken niet met brieven. We gaan ze rijbewijs of ID controleren. In het tweede geval hebben we een meneer aangetroffen die in het bezit is van een registratie, eigenlijk een dispensatie, afgegeven door het kabinet van de president. We hebben afspraak gemaakt dat het kabinet van de president de bestanden die ze daar hebben over zullen dragen aan het digitaal systeem, aan het digitaal bestand. Nee.
Nee, hij komt niet voor. Hij komt nog niet voor. Is hij geregistreerd elders? We hebben die meneer heen gezonden, omdat we, ik weet dat die afspraak is gemaakt, dat we hun gaan opnemen in ons bestand. Wat valt u op? Nou, 7 uur is de deadline. Maar natuurlijk, we zijn nu al 8:15 en we zien nog heel veel mensen over de straat. Dus ik denk dat de politie, zoals ze hadden aangegeven, na 8 uur zullen overgaan tot het uitdelen van boetes aan de overtreders. Ja, maar er is nog een behoorlijke drukte. Is zo'n drukte verwacht? Ik heb inderdaad zo'n drukte verwacht, omdat we weten hoe het allemaal toe gaat in de praktijk. Wanneer de lockdown tijd is aangebroken, zijn er nog heel wat mensen die op straat blijven hangen. Ik zeg hangen, omdat de meeste winkels gesloten behoren te zijn. Overal is dicht, zaken zijn dicht, winkels zijn dicht, supermarkten zijn dicht. En wat je verwacht is dat de mensen tegen overzetten zo, weet u, rustig hun weg naar huis vervolgen. Maar tegen over 7 uur zijn we bijna 8:30. U ziet die drukte nog. Dus dat wil zeggen dat die mensen zich echt niet houden aan de regels die wij als overheid hebben gesteld. Wat gaat helpen? Hogere boetes? Ik denk niet dat hogere boetes gaat helpen. Het gaat om verantwoordelijkheid. Mensen moeten verantwoordelijkheid durven nemen. Verantwoordelijkheid voor ons allen. Verantwoordelijkheid voor onze gezondheidszorg en de algemene situatie. Want willen we bijvoorbeeld zaken blijven doen, willen we scholen blijven draaien, willen we sporten, dan moeten we ons aan de regels houden. Het kan niet anders. Maar misschien moet dat gedeelte van meer voorlichting naar de samenleving toe worden gegeven. Lockdown overtreders zijn geen criminelen. We willen ze ook niet als criminelen behandelen, begrijpt u? Ook niet duperen, maar we willen ook zo flexibel mogelijk het werk doen, zodat we die mensen ook niet ophouden. Want iemand die dispensatie heeft, moeten we niet te lang staande houden. Het is controleren en wegwezen. Om het werk gedigitaliseerd te doen, hebben we dus dan de tools nodig, tablets, laptops, zodat we op verschillende plaatsen tegelijk kunnen optreden. Meneer Sang, ik kwam niet voorop in het systeem. Nee, blijkbaar niet. We hadden begrepen dat DNA-leden ook tot de essentiële groepen horen. En het is mij net verduidelijk dat indien ik mijn DNA-pas bij me heb, dat ik dan geen problemen moet hebben. Dat het dus niet alleen gaat om de ID-kaart bij je te hebben. Heeft u DNA-pas wel? Ik heb ze altijd bij me. Maar dus moest u naar POC? Nou ja, dat is ook een ervaring, hè. Houd me van de straat. Ik hoop dat ze een goede accommodatie hebben op POC. COVID is er. Ik geloof dat het eens weggaat. Maar voor de time being, voor de tijd die we met deze situatie zitten, moeten we gewoon strak de hand houden aan de regels. De cijfers zijn in ieder geval goed te noemen. En als we nog een beetje geduld betrachten, dan denk ik dat de regering de maatregelen zeker zal versoepelen. Zodat we dus dan weer een beetje vrij kunnen zijn in onze beweging. Wat we willen gaan richting 0 gevallen. We zijn goed op weg, maar we zijn er nog niet. Aansluiten. Aansluiten, nee.